tweede stadion voor het WK van 2022 in Qatar is klaar. Dit is het Al Wakra Stadion, vlakbij de hoofdstad Doha. En hier worden straks tot en met de kwartfinale wedstrijden gespeeld. Ja, een prachtig stadion hoor, maar veel voetbalfans viel het al eerder op. Het lijkt een beetje op een vagina. In 2013 werden de plannen onthuld. En dit waren de reacties toen. Mooi gigantisch vagina stadion, Qatar. Heel modern, maar het lijkt op een gigantische vagina. Ik ben geen expert, maar het lijkt er toch echt op. En komisch dat ze dit stadion bouwen in zo'n conservatief land. Het stadion werd ontworpen door de Irakese architect Zaha Hadid. En zij was woedend over de kritiek. Het ontwerp is namelijk gebaseerd op een traditioneel Arabisch zeilschip. En, voor de duidelijkheid, niet op een vagina. Nou, weten we dat ook weer? De architect die overleed trouwens in 2016 aan een hartaanval. En dit jaar wordt er al gevoetbald. De finale van de Emir Cup van Qatar zal er worden afgewerkt.